In het Erasmus MC werken ruim 240 vrijwilligers. Op dit moment zijn zo'n 50 vrijwilligers actief als gastvrouw of gastheer in de centrale hal. Naast mij staat Jeanne. Zij is sinds januari gastvrouw in het Erasmus MC. Jeanne, waarom doet u dit werk? Ik vind het fijn om mensen te begeleiden. Mensen komen hier en zijn heel erg gespannen. En als je ze begeleidt en op een rustige manier de weg wijs kunt maken, dan zijn ze je zeer dankbaar en dat geeft een heel goed gevoel. Wat doet u tijdens een dienst? De mensen begeleiden waar ze naartoe moeten. Eventueel vragen of ze een brief hebben, dat we kunnen kijken welke afdeling ze zijn en dan doorsturen. En die moeten begeleid worden in een rolstoel, dan begeleiden ze in een rolstoel. Er komen ook wel eens mensen die blind of gehandicapt zijn, dan laat je je eigen intuïtie daarop los. En dan stap je op die mensen af, kan ik u helpen? Wat maakt dit werk bijzonder? Als ik naar huis toe ga en ik denk, ja, het gevoel bij me, ik ben er geweest voor de mensen. En dat geeft zo'n tevreden gevoel. Jeanette is sinds een paar maanden gastvrouw in het Erasmus MC. Waarom doet u dit werk? Ik ben dit werk gaan doen omdat ik bijna een jaar werkeloos ben. En op een gegeven moment dacht van, nou ja, een betaalde baan komt niet zo gauw op mijn pad. Ik wil wat betekenen voor de maatschappij. Ik wil wat doel hebben, lekker bezig zijn. En zo ben ik er een beetje ingerold. Wat maakt dit werk eigenlijk bijzonder? Het werk maakt bijzonder dat je ertoe doet, voor de maatschappij bezig bent, belangrijk bent, dat de mensen blij zijn dat je dit werk doet. Want het is heel belangrijk dat we dit werk doen, want het ziekenhuis heeft gewoon vrijwilligers nodig. Wat zou je willen meegeven aan toekomstige collega's? Dat je sowieso blij moet zijn dat je dit werk kan doen, ondanks dat je er dus geen geld voor krijgt. Het is onbetaald werk. Maar je moet er plezier in hebben. Je moet blij zijn dat je sowieso voor de mensen wat kan betekenen. Wil je ook vrijwilliger worden bij het Erasmus MC? Meld je dan aan bij www.vrijwilliger.nl.